Welkom bij de hulp bij de opgave 1.5. Waar gaat die opgave eigenlijk over? Die opgave gaat eigenlijk om het toepassen van deze formule. Dat is de integraal van min oneindig tot plus oneindig van psi x keer de geconjugeerde van psi x. Dx is 1. Wat zegt dit in hemelsnaam? Nou, eigenlijk wat dit zegt gewoon is dat de kans, dat alle opgetelde kansen van een deeltje, om ergens te zijn, dat dat samen 1 moet zijn. Oftewel, eigenlijk zegt het van het deeltje, als ik 1000 keer meet, dan kan het, moet er uiteindelijk, moet ik hem 1000 keer vinden. Als we dan gaan kijken naar de psi, dus ik ga even een hele simpele psi tekenen. Ik teken op deze as de psi. En dit is de x-as. En ik neem even aan dat de psi tussen 0 en a gelijk is aan a. En daarbuiten overal 0 is. Dus dan weten we sowieso dat het deeltje tussen 0 en a moet zitten. En wat je ook al ziet, dit is natuurlijk nooit een golf die werkelijk uit de kwantummechanica zou komen. Maar wat je ziet is dat de kans om ergens te zitten tussen 0 en a overal gelijk is. Het is een evenredige kans dat hij hier zit, of dat hij hier zit, of dat hij hier zit. Dit is de waarschijnlijkheidsgolf. Dat is natuurlijk nog niet de kans dat hij daarvoor zit. Daarvoor moeten we de golf op deze manier uitrekenen. Namelijk het kwadraat, even denken, is het zichtbaar? Ja. Het kwadraat van de psi, dat geeft werkelijk de kans. Want de waarschijnlijkheidsgolf gaf nog niet de kans dat het deeltje ergens zat, het was het kwadraat daarvan. Dus de golf maal zichzelf, maal de geconjugeerde van zichzelf. Nou, wat komt dat dan uit natuurlijk? Is a kwadraat in dit geval. En weer op de x-as. Nou, wat is het? Dit vraagstuk is triviaal. Dit zou trouwens nooit de uitkomst van de golfvergelijking kunnen zijn. Hè? Want dit klopt allemaal niet, maar het is wel makkelijk even om aan te rekenen. Kijk, in dit vraagstuk is deze integraal eigenlijk triviaal, want het is eigenlijk gewoon de oppervlakte hiervan. En die oppervlakte moet dus in feite 1 zijn. Want dat is de totale kans dat het deeltje ergens zit, zeg maar. De opgetelde kansen. Dus dat is 1, dat is logisch. Dus, en daarmee kunnen proberen we nou te vinden? We proberen te kijken, wat moet die a zijn? Want die a is eigenlijk een soort normalisatieparameter. Dus je hebt een normalisatieprobleem. Je zegt van, oké, dit voldoet aan de golfvergelijking, doet hij niet echt. Maar stel dat hij zou doen, dan moet je ook nog zeker weten dat dit altijd geldt. Dus dat de kans dat het deeltje in totaal over ergens is, 1 is. Oké. Nou, ik zal straks laten zien dat je in dit geval het natuurlijk ook gewoon heel makkelijk kan uitrekenen. Maar we gaan toch gewoon even deze integraal uitrekenen. Want als die golf wat ingewikkelder is, dan moet je het echt op deze manier doen. Nou, wat zie je? Je ziet psi keer de complexe geconjugeerde van psi. Nou, dat wilde zeggen dat je het imaginaire deel, dat je dat dan min moest doen. Nou, we hebben hier een reële golf. A is gewoon puur reëel, dus daar hebben we geen last van. Dus in dat geval mogen we zeggen van min oneindig tot plus oneindig. A keer A dx. Oké. Maar we weten nog wel meer, want wat we ook weten is dat die integraal gaat hier wel van min oneindig tot plus oneindig, maar je weet eigenlijk ook dat hier 0 is en hier 0, dus dat hoeven we helemaal niet mee te nemen. Dus wat kunnen we ervan maken? We kunnen ervan maken 0 van de integraal gaat van 0 tot a. Nou, a keer a is a kwadraat keer dx. Nou, dit is een typische integraal en die kun je oplossen. Hoe moet je dat nou oplossen? Dat moet je oplossen door dit tussenstuk te integreren. En de vraag is dan, naar welke variabele moet je het integreren? Nou, de variabele waar je het naar moet integreren staat er altijd achter die d. Die is dx. Nou, dus we
In dit geval mag je aannemen dat a zeg maar constant is. Hè? Dat zie je eigenlijk ook. A is gewoon constant. Hangt niet af van x. Oké. Dus dit kun je eigenlijk zien als een soort constante. Bijvoorbeeld c. Nou, wat is dan integreren is het tegenovergestelde van differentiëren. Stel dat ik bijvoorbeeld cx probeer en ik differentieer dat. Wat komt eruit? C. Ah, oké. Dus de integraal van dit stukje van a kwadraat is dus eigenlijk a kwadraat maal x. Nou, dan als we naar die integraal gaan, dan veranderen we ook van schrijfwijze. Zeggen we eigenlijk, dus dan verdwijnt die dx, dan wordt het a kwadraat keer x. En hier aan de rechterkant van de haken vullen we dan die limieten in. Dus dat van die 0 en de a. De a zitten we rechtsboven, en dit is 0. Dus dit is de integratiestap. Zullen we even checken of het klopt? Wat is de afgeleide van a kwadraat keer x? Als je dat afleidt, komt eruit a kwadraat. Nou, dat klopt, dat staat hier. Dat is mooi. Nou, hoe reken je dit ding nou eigenlijk uit? Simpeler dan je denkt. Dat is gewoon gelijk aan a kwadraat keer x voor de bovenste. Dus dat is keer a. Min a kwadraat keer x voor de onderste. Dat is 0. Dus dat is gelijk aan a kwadraat maal a. Oké. En wat weten we? Dit verhaal moest 1 zijn. Oké, dus a kwadraat keer kleine a is 1. Nou, wat komt er dan uit? Voor a is dan gelijk aan 1 gedeeld door a. Dus a is gelijk aan 1 gedeeld door wortel a. Oké. Zullen we nog even checken of het klopt? Want wat is de oppervlakte hiervan? De oppervlakte daarvan is dus dit, hè? Dus dit. Gaan we even kijken of dat dan klopt. Als we hiervan zeggen de oppervlakte van hiervan is 1. Dus nu doen we het even op de simpele manier. Dat kan omdat het zo'n simpele formule is. Zo'n simpele psi. A kwadraat keer a is het oppervlakte. En die moet dus 1 zijn. En daaruit komt dat a kwadraat is 1 gedeeld door a. En daaruit komt weer a is 1 gedeeld door wortel a. Dus nu hebben we in feite de golffunctie bepaald. En wat is die dan? Nou, niet bepaald, we hebben genormaliseerd. Wat is die dan? Die is gelijk aan 1 gedeeld door wortel a voor x is groter dan 0 en kleiner dan en kleiner x is kleiner dan a. En daarbuiten is die gewoon 0. Nou, die som 1.5 is een beetje hetzelfde, alleen wordt het dan niet zo'n mooie, simpele constante formule hier, maar dit is een wat andere vorm. En het moeilijke stap voor jullie zal waarschijnlijk zijn, met name dat integreren hier, dit stukje. Veel succes!